Hey mensen, van harte welkom bij weer een workoutje van de dag van ABC Fitness. Vandaag pakken we het core gedeelte mee, dus dat houdt in buikspieren, onderrug. En we gaan ook een stukje conditie meepakken om lekker fit te blijven voor thuis. We gaan een aantal oefeningetjes doen. Als eerste de oefeningen noemen we de crunch, super standaard, maar heel nuttig. We pakken hierbij het bovenste gedeelte van de buikspieren mee. Wat je gaat doen? Komt op je rug liggen. Voeten gaan heupbreedte. Je handen doe je achter je. Wat je dan gaat doen is rustig omhoog komen. Ja, dus vanaf hier kom je rustig omhoog. En je laat je rustig zakken. Het hoeft niet ver. Je hoeft niet helemaal omhoog te komen met je knieën. Daarbij ga je alleen maar je onderrug belasten. En dat willen we op dit moment niet. Dus op dit moment ga je alleen rustig op. En rustig zakken. Rustig omhoog. En rustig zakken. Op het moment dat je dit makkelijk vindt, doe je benen de lucht in en dan ga je met je ellebogen naar je knieën toe werken. Het zorgt net voor iets meer spanning. Je moet iets meer in balans blijven, zodat je geen steun meer hebt van je voeten. Dan wordt het ietsje zwaarder. Dit is oefening 1. Probeer deze oefening 15 keer te doen. En dat 3 keer te herhalen, op zijn minst. Maar je kan ook gewoon gerust kijken hoeveel je dat kan doen. 15 keer, even rust pakken en weer 15 keer. Na 3 keer ga je je buikspieren sowieso wel voelen, maar misschien kan je er nog wel veel meer. We gaan nu het schuine gedeelte van je buikspieren aanpakken. Wat je gaat doen, we maken een side plank. Je komt met je elleboog onder je schouder, daar ga je op steunen. Je doet je voeten boven elkaar, hand in je zij, je komt omhoog. Als het goed is ga je nu spanning voelen hier aan de zijkant. En dit probeer je ongeveer een minuutje vol te houden. Is het te zwaar? Kom dan op je knieën. En dan is hetzelfde principe. Alleen is het gewoon iets minder heftig qua spanning op je buikspieren hier. En ook dit gewoon een minuutje proberen vol te houden. Doe dit wel aan beide kanten. En probeer het ook minimaal 3 keer te herhalen. Ja? Dus een minuutje, dan even rust pakken. Weer een minuutje. En dus van kant wisselen. Oefening nummer 3. Pakken we het onderste gedeelte van de buikspieren. Je komt weer op je rug liggen. Wat je gaat doen is je handen onder je billen. Je voeten komen de lucht in. En die ga je vanaf hier rustig laten zakken. Totdat je net boven de grond komt. Ja, dus probeer je benen ook zoveel mogelijk te strekken. Je handen doe je onder je billen om ondersteuning te bieden voor je onderrug. Mocht je je onderrug wel best wel wat gaan voelen, trek je knieën dan in. Vanaf hier strekken, hier intrekken en strekken. Vind je met gestrekte benen de hele tijd sowieso wat zwaar? Trek dan sowieso even je knieën in. Dit probeer je ook 15 keer te doen. 3 rondes. Oké mensen, we komen in een soort voorlichtstuin op je handen en op je knieën. We gaan het Superman doen, dan pak je je buikspieren en je onderrugspieren gewoon mee. Zet je handen schouderbreedte neer. Je komt op je knieën. En wat je vanuit hier gaat doen is je rechterarm strekken op je linkerbeen. Ja? Dus je gaat kruislinks werken. Wat je gaat doen, strek ze allebei tegelijk uit. Hou ze 2 tellen bovenin vast en zet ze rustig neer. Wisselen van been en arm. En dit ga je 20 keer herhalen. Dat zorgt ervoor dat je 10 keer dat kan pakt. Dat doe je 3 à 4 rondes. En als het goed is, ga je na een tijdje misschien wel merken dat je je buikspieren wat gaat voelen, ook helemaal vanaf de vorige oefeningen nog. En je onderrug is hier ook voornamelijk aan het werk. En nou, dat is precies de bedoeling. We gaan straks door met de burpee. Oké mensen, de volgende oefening is de burpee. Dat is een vrij heftige oefening. Je hebt 2 opties, 2 keer 25 of straks 4 keer 12.
Ja, dus 4 keer 12 ga je doen als je hem al vrij heftig vindt om hem vaker te doen. En nou, daarom 4 rondes om het wel net zo vaak te doen als iets zwaardere ronde. Iets zwaardere ronde is 2 keer 25. Nou, dus dan ben je wat langer achter elkaar bezig en dat vergt wat meer van je conditie. Wat je gaat doen is in principe je handen neerzetten en je voeten tegelijk naar achter. Daarna komen ze tegelijk weer terug, dus je trekt je knieën in van de viespring omhoog. Is het te moeilijk? Kom je naar beneden, zet je handen neer. Ene been, andere been, die ga je ook om de beurt weer terugzetten. En vanaf hier kom je staan of je maakt er alsnog een sprongetje. Dat is de burpee, rondes 2 keer 25 of 4 keer 12 proberen aan te houden. En dat betekent ook gelijk het einde van deze workout van de dag. Buikspieren aangepakt, klein beetje conditie meegenomen. Vond je dit tof of heb je suggesties van nou goh, dit wil ik ook wel graag zien, maar dan in een andere context. Misschien wil je wat meer bovenlichaam trainen, misschien juist wat meer benen. Geef een reactietje hieronder met eventuele suggesties wat jullie nog meer van ons willen zien. En ik zou zeggen, succes en hopelijk tot snel.